Gaira is niets anders dan Gaia. Gaia. En Gaia is moeder aarde in het Latijns. Oké. Dus jullie zijn helemaal gaan snuffelen en jullie weten precies waarmee jullie bezig zijn. Jawel, vanaf ons naam tot eindproduct. Net als die foambakken. Vele mensen weten het niet, maar foam is niet dat het alleen pollution is, dus dat het schadelijk is voor de natuur, maar het is ook schadelijk voor de mens. Als je bijvoorbeeld die foambakken zet in de microwave, komen er giftige stoffen vrij in je voeding. En er zijn bijvoorbeeld mensen die ziek worden, ze krijgen kanker, maar weten niet wat de oorzaken zijn. Nou ja, die foambakken en alle plastic zijn de oorzaken van deze verschillende ziekten. Want als je het in de microwave zet, je eten verhit, en dan kunnen die giftige stoffen losraken. Ik weet niet, als je ooit een foambak hebt genomen en je hebt gesmeerd erin met je hand. Als je ziet wat voor korrel achterblijft, weet je hoe giftig dat is. En dat nemen we allemaal in, hè? Yes. Zonder dat we daarvan bewust zijn. Ja. En foam verteert, je kan zeggen, eigenlijk foam verteert nooit. Maar als we zeggen dat het gaat verteren, is het, je kan zeggen, tussen de 500 en 1000 jaar. U bent met een paar producten hier. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat zo dat het niet als foam wordt gezien? Nee, helemaal niet. Vertel me een beetje. Oké, dan zal ik beginnen bij deze. Dit is die typical foambak, om het zo te zeggen. Dit, als u dit gooit in de natuur, gaat hij verteren binnen 90 dagen. Ja. En als hij is gaan verteren, dus laten we zeggen, hij is al klaar met verteren, kan je dan gebruiken als compost voor planten. Dus het is een win-win situatie. En er is een verschil tussen compostable en biodegradable. Biodegradable zijn wel gemaakt van plantendeeltjes. Dus al die producten van ons zijn gemaakt van plantendeeltjes. Maar die biodegradable, wanneer ze gaan verteren, kan het zijn dat er giftige stoffen vrijkomen. Die compostable producten, als je verteert, komen er geen giftige stoffen vrij en je kan het dan verder gebruiken als compost voor planten. En die biodegradable producten gaan niet direct verteren als je ze gooit in de natuur. Reden waarom? Het gaat verteren onder bepaalde circumstances. Je kan zeggen 60 graden, er moet een bepaalde licht zijn. Yeah. Er moet een bedrijf hier komen die het komt ophalen om het te laten verteren. Maar die 100% compostable producten niet. En ze zijn allemaal gemaakt van 100% plantendeeltjes. U zegt over de regeringen, u heeft ook in de Nationale Assemblée deze week nog gezegd dat geen enkele regering een schoonheidsprijs verdient als het dus gaat om het oplossen van dit gigantisch vraagstuk. Dat is één. Twee, wanneer u dat aanhaalt van de gronden, primair is de overheid de instantie die dus de gronden uitgeeft. In welke mate zouden we die regionale ordening van grond moeten afstemmen op die woningbouw? Niet lang terug hebben we dus ook de heer Ricardo Panca gehad in dit programma, waarbij hij ook het verband legde met die woningbouwwet die zou moeten komen. Dus één, de taak van de regering om gronden af te geven. Zouden wij niet naar dat zaken kunnen kijken om de bestemming van die gronden daadwerkelijk ook goed na te gaan? Want wat hebben wij als overheid wanneer wij gronden afgeven aan een stichting X en die stichting X gaat verkavelen met dus weer een hoge prijs voor een perceel? Er is wat verlichting op het stuk van grond nu gekomen. Ook met de concessies van Siralco die vrijkomen. Er is wat verlichting. Maar dan heb je een tweede hobbel en dat is financiering. Ja, je hebt heel weinig mensen die gewoon spaargeld hebben en kunnen zeggen ik ga direct bouwen. Ja, financiering was een bottleneck. En ook daarin heeft de regering met creativiteit, met innovatie wat zaken kunnen regelen. En nu in het parlement is in behandeling die woningbouwfonds, waarbij er middelen vanuit de begroting die goedgekeurd is, ook is gezet in dat fonds. En dat fonds zal dienen als een soort van bank, waarbij mensen inderdaad geld kunnen lenen tegen soepele voorwaarden. Je hebt heel veel mensen, de hosselmang, die goed verdienen, redelijk verdienen, maar geen zaken met de bank kunnen doen. Bank vindt ze non-bankable, omdat de bank geen werkgeversverklaring ziet en dat soort dingen. Via woningbouwfonds en garantiefonds, die twee wetten die nu in DNA worden behandeld, zal ook die groep die in de informele sector bezig is aan bod komen. Dus al bij al gaat er verlichting komen. Maar wat wij hebben gezien in de afgelopen periode, decennia, is dat we inderdaad gronden hebben uitgegeven waarbij de grondeigenaren
speculeren met de grond. Er is een heleboel, wanneer u hoort, er is geen grond meer in Paramaribo. Ja. En zelfs in Wanica begint grond schaars te worden. Dan moet u goed kijken dat er wel grond is. Want als ik bijvoorbeeld vlieg over Wanica, zie ik hele grote lappen grond die vrij zijn. Ook in Paramaribo. Braakliggend terrein eigenlijk. Het is braak. Ja. Maar het zijn van mensen die ermee speculeren. Ja, Suriname is 4, 5, 6 maal groter dan Nederland. Als je in Nederland bent, dan lijkt het of Nederland groter is dan Suriname, omdat het totaal oppervlakte is benut. In Suriname hebben we hele grote lappen grond die braak ligt en er wordt niets mee gedaan, wordt niet in productie omgezet. En dat is een resultaat van ons politiek bestuurlijk systeem, waar de overheid heeft gedurende tientallen jaren grond uitgegeven aan politieke vrienden enzovoort, die speculeren met de grond. En dat maakt dus dat grond schaars is, ja, en je geen grond kan krijgen om inderdaad huizen te bouwen. Want er is grond in Para, er is grond in Komowene. Maar het andere probleem dat we hebben, wonen en werk moet zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Ja, ja. Ja, in Nederland woon je in Rotterdam en je werkt in Utrecht, maar je kunt makkelijk een trein pakken en gaan. Omdat het openbaar vervoer goed geregeld ja, is. Toch? Maar nu als je bijvoorbeeld je huis gaat bouwen in Paramaribo, terwijl je werkt bij HINT, begrijpt u, dan ziet u al het probleem. Dus we gaan ook daarvoor een oplossing moeten zoeken. Het speculeren met grond, en alle politieke partijen hebben dat gedaan, ook mijn politieke partij, maar we gaan met elkaar aan tafel als politici, als politieke partijen. Er gaat een moment komen waar we dat wel gaan moeten oplossen voor onze samenleving. Dan is het faciliterend optreden vanuit de overheid één om woningzoekenden te helpen aan een woning. Maar aan de andere kant kun je dus ook ervoor zorgen om zonder directe overheidsingrijpen de prijzen van bouwmaterialen zo betaalbaar mogelijk te houden. Die leefsituatie zo dadelijk te creëren dat mensen kunnen sparen om ook hun eigen woning op te zetten zonder directe overheidsingrijpen. Hoe ziet u dat aspect, meneer Misikaba? Ja, dus nogmaals, als we inderdaad die inhaalslag willen maken van de duizenden woningen die we nodig hebben, dan zal het, en de president heeft het vandaag gezegd, het zal een totale effort van die totale samenleving zijn. Dus vanaf de politiek tot de particuliere sector, tot bouwmaterialenwinkels, het zal een totale effort zijn. Maar die awareness moet er zijn. Zolang we het gevoel hebben, Nalanti moet zorgen voor Nalanti moet zorgen tak osode. Dan zeg ik aan die particulier die dat zegt, dat er een stukje awareness daar ontbreekt. Want wanneer uw werknemer als particulier geen goed dak boven het hoofd heeft en daardoor stress heeft, komt hij met stress aan het werk. Ja. En u zult dat opmerken bij die productiviteit binnen uw bedrijf. Ja. Dus het zal een holistische benadering moeten zijn. De overheid zal inderdaad het initiatief moeten nemen, de aanvoerder moeten zijn. Maar iedereen gaat moeten meewerken. Ik denk dat wat wij moeten doen, we hebben voldoende grondstoffen om huizen te produceren. Dus we hebben hout, we hebben grind, we hebben zand enzovoort. Die dingen zal de overheid moeten inzetten op een wijze dat voordelig is voor die samenleving. De componenten die uit het buitenland komen, zoals cement en zo, daar heb je minder grip op. Maar de zaken waar we grip op hebben, maar nogmaals, het zal een hele holistische benadering moeten zijn. Met die twee wetten die worden gemaakt, waarbij je eigenlijk die hele markt losmaakt. Ja. Waarbij het eigenlijk een beetje loskoppelt van die overheid. Dat die overheid alleen moet doen, maar dat alle particuliere bouwcorporaties ook gaan moeten bouwen. Dan denk ik dat we wel op dat punt komen.